Hi, welkom. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Meme Woensdag. Jones Memes. Ik hoop dat jullie weer zin hebben om te lachen. Ik anders wel. Ik heb hier al mijn kopje koffie, want ik ben mega muf. En we gaan er weer een leuke aflevering van maken. Hopelijk hebben jullie allemaal vast dat duimpje omhoog geabonneerd. Dat was echt de meest vreemde fucking zin die er ooit kan. Duimpje omhoog geabonneerd. Are you kidding me? Anyways, in de laatste memerij show van Don. Hier aan het einde. Ik heb de enige memerij show. Ja, het is op zich wel weer leuk dat er zeg maar... Hoe zeg ik dat? Niet zozeer een tegenstander, maar een concurrentie. Juist, Don heeft me geacknowledged, dames en heren. Dit is goed. Concurrentie is goed. Dat zorgt voor een beter product. Komen er betere memerijshowen. Komen er betere memes. Concurrentie is. Maar dat er ook gewoon leuke memepjes uitkomen. Zal ik een kleine sneak peek geven van wat Joost in zijn meme reshoot... Wat er op zijn subreddit plaatsvindt? Dat is best wel leuk. Hier. Joost maakt meme show. Don. Wat? Weet je? Ja. Die meme had ik vorige week behandeld. Heel goed, Don. Dankjewel voor het voorbeeld. Maar Don heeft mijn memerij show geacknowledged, zoals je zijn vrolijke hoofd hier kan zien. Dus daarom gaan we nu weer verder op de Discord. Fuck. Subreddit. r/JoostSpotspellen. Volg je nog niet de subreddit, doe dat dan eventjes. Er zit inmiddels bijna 1000 video mensen op deze subreddit. Maak er even 1000 van. Vind ik erg leuk. De naam is Jones Memes. Dat is zeker waar. Ronald is langer dan Joost. Na. Joost is lang. Don't ruin the meme, Joost. Vorige aflevering zei ik dat Ronald langer is dan mij. En dat de meme eigenlijk niet klopt. Waarom heb ik deze eigenlijk op? Maar het is... Sorry, ik zal de meme niet meer verpesten. Joost is blijkbaar langer dan Ronald bij deze. De meme-goden hebben gesproken. Arme Jones. Wanneer Joost de meme ziet over de boelegoengoes. Haha, Christ. Het is een beetje waar. Aan de ene kant vind ik het erg komisch. Maar aan de andere kant haal ik van binnen. Maar goed, Boelungungus. Hebben jullie trouwens mijn mooie fanart gezien op Twitter? Nieuwe merchandise, dames en heren. Boelungungu merchandise. Ik zou zeggen, haal het. Dat is met €350 op joostbespellen.nl. Ja, maar ik. Code Jezus bestaat niet, Joost. Ja, maar ik. Goddammit, dat is ook echt de beste screenshot die jullie konden vinden. Wie gaat er winnen? Ga mimeer. Jouw favoriete Nederlandse, Zuid-Nederlandse memberijshow versus... Jones memes. Wie gaat er winnen? Jullie bepalen. Ja, waarschijnlijk Don. Don had bijna 300.000 views op zijn laatste aflevering. Die van mij had er... Hey, video mensen. 53.000. Ja, dat is toch wel wat minder. Ik wil dat jullie meer met memeshows kijken. We moeten ook op trending. Concurreren met de heer. Wanneer Joost geen views meer krijgt, wilt iemand met dure schoenen kopen? Dan komt hij erachter dat niemand maat 10.000 heeft. Dat is ook wel een groot probleem. Ik dacht dus toen ik die schoenen kocht van... Ah, die kan ik vast wel verkopen. En toen realiseerde ik me dat eigenlijk niemand het wilde kopen. Heel goed. De echte lengte van Joost Ronald. Oh. Een paar memes daarboven stond nog. Don't ruin the meme, Joost. Joost is lang, Ronald niet. En nu doen jullie dit. En Ronald is volgens mij niet eens een giraf. Ik was alleen een giraf. Stonks. Joost die zijn patas wil verkopen om volgens geld te krijgen. Maar niemand wil mijn patas kopen. Hoe Area 51 bestormd gaat worden. Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van de Area 51 meme, jongens. Het is een meme waarin mensen in Amerika een Facebook-evenement hebben aangemaakt... om met z'n allen Area 51 te bestormen. Bestorm Area 51. Ze kunnen ons niet allemaal tegenhouden. En dan gaan op het moment 1,2 miljoen mensen naar dit evenement. Dat is insane veel. 1,2 miljoen mensen gaan naar Area 51 om ze allemaal te bestormen. Om te kijken wat er binnen gebeurt. We willen zien waar ze de aliens verstoppen en waar al de hentai anime chicks zijn. Er was dus een hele mooie Nederlandse variant op deze meme die ik voorbij zag komen. Dat was... Ik moest wel even griffelen. Bestormen met duo hoofdkantoor. Geongezeerd door memes voor de massa's. Maar op 21 september waren er dus een paar makkers. Die wilden met z'n allen het duo hoofdkantoor hier in Nederland bestormen. Om ervoor te zorgen dat ze niet onze schulden konden kwijtschelden. Ik vond het wel een geinige Nederlandse iteratie op de Storm Area 51 meme. Dus dat wilde ik even met jullie delen. Do my eyes deceive me? Or is that the sword of 1000 truths? I'm afraid it is. Ga mimeren is een zeer goede show en beter dan Jones memes. Shut up! Shut up! Hey, zwaard meneertje. Ik ben het helemaal niet met jou eens. Meningen kunnen verschillen. Wat is jouw mening? Still waiting. Kijkers die wachten op Joost en 500.000 abonnees song. Hey, je moet nog even wachten. Het gaat voorlopig nog niet gebeuren. Sorry. Kap in gebruik op de subreddit van Don. Kap in gebruik op de subreddit van Joost. Nee! Als er één ding is waar ik het mee eens ben met de gamer hier, is dat er geen kapwin gaat gebruikt worden op mijn subreddit. Of op die van Don daarentegen. Ik keur het niet goed. Een downvote. Hoppakee. Jammer joh. Normaal heartbeat. Deceased heartbeat. Joost wanneer hij body poepeels draagt.
Waarom zou mijn hart zo snel kloppen? Nou, misschien meer als ik dan de Ballie Poupeos draag en ik zie een modderpoel waar ik langs moet lopen. Dan gaat mijn hartbeat wel zo snel kloppen. Die schoenen moeten schoon blijven. Ik bewaar ze ook in een zak, zodat ze niet stoffig worden. Is dat gek? Wanneer Tante Yusui niet in de video van vrijdag was. What? Ah, shit, jongens, sorry. Vorige week zei ik natuurlijk dit. Hey, Tante Yusui gaat terugkomen. Wat als ik zeg dat Tante Yusui vrijdag terug is? What? Ja, deze vrijdag komt hij terug, jongens. Maar ze was er niet. Ze was Lusu. En ik heb haar trouwens wel gevonden. Ze was gewoon aan het VR. Tante Yusui was gewoon aan het VR. Ik vind het niet oké. Ik heb erop aangesproken. Dus als het goed is, komt nu deze vrijdag de Tante Yusui video. Ik heb er van de VR afgehaald. Ze is blijkbaar verslaafd aan VR for some reason. Wow. Waar haalt Joost al die stacks vandaan? Joost koopt Balenciaga schoenen. Een YouTuber met een ondergemiddeld inkomen. You are getting paid? Wat is een YouTuber met een ongemiddeld en ondergemiddeld inkomen? Is dat een YouTuber met 1000 abonnees? Er is wel een verschil, hè, jongens. Joost Bouwhoff, langste man ter wereld. Fake news. Het is waar. Ronald is officieel langer. En overigens was ik niet eens in de buurt van de langste man van de wereld. Ik was gewoon de langste man van YouTube. Volgens mij was trouwens Mark Hoeks. Was ook langer. Don promoot Joost zijn meme-serie door te koenkeloeren op zijn subreddit. Joost, I see this as an absolute win. Het was zeker een absolute win. Ik hoop dat door de promotie van Don deze meme-serie wat meer views kan krijgen. Overigens is 52.000 niet heel slecht, maar als Don de 255.000 hebt, vind ik dat ik er op zijn minst 60.000 moet hebben. Kan deze video 60.000 views halen? Bedankt voor jullie medewerking. Ik was lekker Ark Seizoen 1 aan het terugkijken en toen vond ik dit meme-materiaal. Joost in 2016. Sommige kijkers weten wel hoe moeilijk het ik vind om shit uit te geven. Joost 2009. Koop pauperdure schoenen. You did a good job, man. Ik was in het verleden was ik best wel een potter. Ik vond het heel moeilijk om geld uit te geven. En ik wilde het allemaal zo basic mogelijk houden. Het enige waar ik echt geld aan wilde uitgeven was tech shit. Want dat vond ik heel leuk. Vind ik nog steeds heel leuk. En ik geef nog steeds heel veel geld uit in tech shit. De schoenen waren een beetje een impuls aankoop. Ik heb er ook nog steeds een soort van spijt van. Oh, nice. Joost Balenciaga. No. Joost Bulinsu Gungungungu. Dat is dat mooie shirtje wat ik jullie aan het begin van de video liet zien die ik had gemaakt. Kijk nou hoe prachtig. Hij lijkt wel echt op het origineel, toch? Ik heb echt mijn best gedaan voor deze. Jones die de strijd aangaat met Don. Carefully, he's your hero. Dat ben ik als Don met zijn kijkers mij neersmijt. En ik uiteindelijk het nog overleef. Balenciaga winkel wanneer Joost langskomt. Stonks. Jij gaat denken dat één paar schoenen de stonks van de winkel omhoog helpen? Al die shit is daar al zo teringduur. Toen ik daar aan het shoppen was, waren er drie mensen die pakten echt gewoon 5 shirtjes en 3 paar schoenen en gingen afrekenen. Dus ik ben niet de ergste in dit geval. Codes die het memespellen wilden noemen. Joost die het Jones memes noemt. Hey, shut up. Ik maak mijn eigen keuzes. Ik ben een volwassen man. Ik bepaal zelf wel hoe ik mijn meme show noem. Oké. Okay. Don en Rudy. Balenciaga. Don en Rudy. Boongalungus. Dat was mijn woord ook, ja. We hebben dit woord met z'n allen bedacht. Oké, okay? De Boongalungus. Ah, dit is een filmpje. Wanneer kijkers erachter komen dat Tante Yusui niet op vrijdag terug was. Zo was Lusu, dames en heren. Yes. Fucking bullshit. Oké. Okay. Oh, dat was echt een hele oude Rocket League video met Jer, waarin ik het echt niet kon hebben dat we verloren van Don en Emre. Maar ja, dat is inderdaad mijn moed als Tante Yusui er niet is op vrijdag en ik het wel beloofd heb. Maar ze was Lusu, kon er niks aan doen. Don, Link en Rudy uploaden een nieuwe Ark-serie. Joost, nog niks. Videomensen. Wachten op Ark. Waar blijft het nou? Hey, rustig aan, makkers. Gisteren is er toevallig Ark Falguero video online gekomen. Hoppakee, ga die even lekker kijken. De Nederlandse Ark Survival YouTuber is terug. Linkje in de beschrijving. Waarschijnlijk niet. Ga maar gewoon naar mijn kanaal, dan zie je hem vanzelf wel. Het wachten is voorbij. We back in business. Don nadat hij Jeremy hem heeft verslagen en ziet dat Jones memes gaan meme neer wil verslaan. Oh shit, here we go again. Sorry Don, someone's gotta do it to him. Het dodelijke dolf. Map van een kijker. Oké, misschien laat ik wel elke dodelijke dolf maken door een kijker. Maar dat komt omdat er online geen enkele dodelijke dolf wordt gemaakt. Want het is mijn originele serie. En ik ga het niet zelf doen, want het kost heel veel tijd. Dus ja, het is een soort van map van een kijker. Maar ik noem het gewoon nog steeds een dodelijke dolf. Laat me met rust. Joost en Jones memes van vorige week. Aanstaande vrijdag komt er een video van Tante Yusui online. Vrijdag. Video komt niet online. Kijkers worden boos omdat Joost alweer niet op tijd is. Joost. What? Hey, niet mijn schuld. Tante Yusui was Lusu. Ze speelde VR. Ik kon het niet helpen. Hier nogmaals het fragment. Duidelijk aan het VR spelen. Aanstaande vrijdag zien jullie er terug. Wanneer Jones memes straks populairder worden, dan ga meme neer en je alsnog niet in een video kan komen. You have become the very thing you swore to destroy. Nou ja, ik kan je in ieder geval geruststellen dat waarschijnlijk mijn meme show niet groter gaat worden dan die van Don. En ik ga proberen al jullie memes erin te doen. Tenzij ze echt heel kut zijn. Dan skip ik ze. Maar ja, hè, helaas pindakaas. Kijkers van Don die zeggen dat Joost het nooit gaat halen. Joost, are you challenging me?
Kijk maar uit, jongeman. Ik kom je gewoon halen. Ik loop je gewoon rondjes en ik hou je gewoon neer. Ik zal maar uitkijken. Ik zal één oog open houden in je slaap, jongeman. Wanneer je 5 bent en met je familie naar een chic restaurant gaat, en dan is de eerste vraag wat je wilt. Friet met frikandellen. Oh, dat doet me denken aan de tijd dat ik ging wokken, bowlen, weet je wel. Dat, zo heette dat hier ook. Dat is, dan ging eerst wokken en daarna bowlen. En elke keer als we gingen wokken, ging ik gewoon voor die gore mini frikandelletjes. En die slappe patat, die al de hele dag in die bak lagen, omdat niemand dat ooit eet. En ik nam altijd dat. Tegenwoordig vind ik het heel erg lekker. Maar dat was in de good old days. Frikandellen met friet. Adap. Don begint met opnemen. Hallo koters, welkom bij de beste Nederlandse memorijshow van de wereld. Bam! You better watch your mouth, sir. Want hier is Jones memes. Wanneer Jo zegt dat tante Yusuf vrijdag online komt. Well, yes. But actually, no. Ik blijf het zeggen. Ze was Loesoe. Joost koopt veel te dure schoenen. Ook Joost. Well, we did it. Geld is no more. Balenciagas. Palipatas. Boonkulungus. Ik zweer het, er waren gewoon 3 Boonkulungu memes achter elkaar. I'm not kidding you. Onderkant, 5 euro. Sok, 1 euro. Letters erop, 585 euro. Boonkulungus. God damn it. Slippers, Boonkulungu. This is brilliant, but I like this. Maar slippertjes zijn gewoon heel nice. En lekker die luchten lekker, weet je wel. Die ventileren je voetjes zo goed. Balenciagas, Boonkulungus, no. Slimpies zonder sonk. Juist. Kijk deze foto ook. Het is echt dat je jaar 0 weer gevonden. Waar halen jullie het vandaan? Jezus. Koters die boos zijn omdat tante Yusuf Jones memes niet gaat hosten. Joost. Boei. Tommy staat daar, oh. Hij is altijd aan het meekijken. Hij is always aan het judgen. En als het nodig is, komt er eventjes een casual boei uit. Alleen wanneer het nodig is. Joost. Met chipsvinger kun je de autoplay niet wegklikken, dus dan heb ik meer views. YouTube. Zet verdomme een video van Don in de autoplay. Nee, dit is niet wat ik bedoelde. Ik hoopte dat je meer video's van mij in de autoplay krijgt. Dit is... Fucking YouTube. You ruined my masterplan. Jones memes. Jones memes met blauwe font. Jazeker, dat is hoe je het schrijft, jongens. Het is maar één manier en dat is zo. Keep it there. Video mensen of coole jongensclub. Bedankt voor het kijken. Ik vond het weer een leuke meme-rij aflevering. Een leuke Jones memes. Hopelijk hebben jullie ook genoten van deze aflevering van Jones memes. Ik zie jullie allemaal vrijdag terug. Nee, niet waar, want dan ben ik even weg. Dat is mijn vrije dag, want tante Yusuf neemt het dan even over. Ik heb gehoord dat ze niet meer Loesoe is. Dus ga maar even kijken vrijdag. Ik zie jullie morgen weer. En dan zaterdag. En dan zondag. En dan maandag. En dan dinsdag. Oké, bye!